Hi jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de CrossVlog. Mijn naam is Martin en vandaag vertel ik jullie alles over hoe je kunt beginnen met veldrijden. Want wat voor wedstrijden zijn er eigenlijk allemaal? In deze video leg ik het uit, zodat ook jij binnenkort aan de start kan staan van je eerste veldrit. Crosskoorts. Symptomen kunnen zijn rommelen in de schuur met banden en onderdelen. Eindeloos weerapps raadplegen om te kijken of het gaat regenen. Ongeschoren benen. Nachtmerries over verkeerde bandendruk en nog veel meer ellende. In september begint het en de symptomen die kunnen wel aanhouden tot ver in januari. En ik heb er ook last van. Iedere winter weer. Wat mij betreft is het de mooiste tijd van het jaar. En in deze serie neem ik je mee langs alle facetten van het veldrijden. Van de onderdelen tot aan de wedstrijden tot de banden, het afzien en bovenal de lol. Dit is de CrossVlog. Hoe kom je nou achter waar er een veldrit bij jou in de buurt wordt georganiseerd? Ik denk dat het voor veel mensen best wel lastig is om dat uit te zoeken. En vandaar dat ik deze video maak om een soort overzichtje te geven van waar kun je nou op letten. Waar zijn nou de wedstrijden waar je aan mee kan doen. En voor ieder niveau is er wat wils. Ik ga het vandaag opbouwen als het ware in een soort piramide. En de onderste laag van de piramide bestaat uit drie onderdelen. En de onderste laag van de piramide, dat zijn de lokale wedstrijden. Lokale wedstrijden die worden eigenlijk vooral georganiseerd door clubs zelf en vaak op een clubparcours ook zelf. En dat zijn regionale competities vaak, die over 10 of 12 of 8 wedstrijden achter elkaar een aantal weken de lokale veldritcommunity als het ware voorziet van wedstrijden. Ik ga zelf altijd naar de wedstrijden op de Nederrijnse Berg in Utrecht bij Nieuwegein. Ik vind dat zelf een van de mooiste veldritparcoursen van Nederland, omdat het gewoon van alles heeft. Hoogte, gras, modder, er is van alles mogelijk. Er is iedere week een heel mooi nieuw parcours uit te zetten. En dat is dus ook het volgende punt wat er dus bij die lokale parcours altijd gebeurt. Is dat je dus inderdaad, eigenlijk rij je iedere week op hetzelfde plek. Dus je verzamelt iedere week op dezelfde plek, op dezelfde tijd. En voor een paar euro kun je al meedoen. Bijvoorbeeld bij ons in Nederrijnse Berg kun je al voor een paar euro zonder licentie kun je gewoon meedoen. Al kom je op een mountainbike, iedereen is welkom. En dat is ook het leuke van die lokale wedstrijden. Iedereen is welkom. Dat is de hele sfeer. En ik vind dat zelf altijd heel erg goed. En heel erg fijn ook dat je, er komen mensen van alle leeftijden. Er komen kinderen, maar we hebben ook mensen van ver in de 60 die nog meedoen aan de wedstrijden. En iedereen heeft zo zijn plekje. En de afloop drinken met z'n allen lekkere chocomel. En dan delen we natuurlijk de stoere verhalen van hoe we zo hebben afgezien in de modder en in de kou. Ik weet van ons hier in de regio, ik kom zelf uit de regio Utrecht, dus ik weet dat het op de Nederrijnse Berg wordt georganiseerd. Ik weet ook dat in Woerden dat er een lokale competitie is. Ik weet dat er in Gouda een lokale competitie is. Maar er zullen vast nog veel meer clubs zijn in Nederland die veldritcompetitie organiseren. Mocht jij er nog eentje weten, ook om anderen te helpen, laat even een reactie achter in de comments van jouw club die ook regionale veldritcompetitie organiseert. Zodat we daar anderen weer mee kunnen helpen. Het tweede laag van de piramide, dat zijn de regionale competities. De eigenschappen van de regionale competities zijn dat ze dus niet elke keer op dezelfde plek gebeuren. Maar dat je iedere week naar een andere plek gaat om een wedstrijd te rijden. Dus dat kan zijn in een boerenveld, de andere keer in een bos, de andere keer bij een wielerclub. Er zijn verschillende plekken die daarvoor mogelijk zijn. En er worden door het hele land ook verschillende competities georganiseerd. Als ik kijk bij mij in Utrecht, heb je in Midden-Nederland de Midden-Nederland competitie. Daar ga je eigenlijk iedere week de hele winter lang weer naar een andere plek. In de regio Amsterdam heb je de Amsterdamse crosscompetitie. In de regio Rotterdam heb je volgens mij de GP Cycling Veldrijden.com competitie. Er is een Brabantse veldritcompetitie. In Limburg heb je volgens mij de Cross Cup. En in het oosten / noorden van Nederland heb je de GOE. Ook wel bekend als de GO Wereldbeker. Zoek dat allemaal rustig eens op. En kijk daar eens wat voor wedstrijden er allemaal zijn bij jou in de buurt. Misschien is er één wedstrijd bij jou in de buurt waarvan je zegt, hé, daar kan ik wel eens gaan kijken. Wat wel zo is, is dat je vaak bij deze wedstrijden wel een licentie nodig hebt. Dus dat je wel lid moet zijn van de KNWU of een andere wielerbond om mee te kunnen doen. En het inschrijfgeld is vaak ook net ietsjes hoger. Omdat er best wel wat meer organisatie achter zit. Soms moet je ook starten met een chip, zodat de tijdsmeting je
zodat de tijd kan worden opgenomen. Er komt dus net even iets meer kijken vaak bij een regionale competitie. Het niveau ligt ook vaak net even een klein beetje hoger dan bij die lokale competities en bij de lokale wedstrijd. Dus als je denkt van nou, ik wil eens een keer wat meer tegenstand, vaak wordt er wat breder gekeken, echt regionaal en komen er dus ook meerdere mensen op af. Dus ja, dat zijn de regionale competities. Ik doe zelf vaak wel één of twee of drie regionale wedstrijden per jaar, maar mijn focus ligt wel op die lokale competitie bij de Nederrijnse Berg. En als laatste heb je dan de nationale wedstrijden. Dat zijn nationale veldritten. Ja, sommige mensen rijden alleen maar nationale veldritten. Nationale veldritten, wat bedoel ik daarmee? Die worden eigenlijk door het land heen georganiseerd. En daar kun je dus ook alleen maar aan meedoen met een licentie. In mijn geval, ik heb een sportklasse licentie. Sportklasse rijdt eigenlijk altijd tegelijkertijd met de amateurklasse. Dus dat betekent dat ik daar eigenlijk, met mijn sportklasse zit ik eigenlijk onder het niveau van de betere. Dus ja, voor de winst zal ik daar eigenlijk nooit meedoen. Maar het zijn wel hele leuke parcoursen ook vaak. Want je komt echt op de mooiste plekken. Bijvoorbeeld waar ik vorig jaar aan mee heb gedaan en dit jaar ook weer hoop mee te doen. De Nacht van Woerden. Ja, dat is al een profwedstrijd en daar mag jij dan als amateur ook nog aan meedoen. Over hetzelfde parcours rijden. En dan staat er ook wat meer publiek. Er komen wat meer mensen kijken. Er zijn professionele pits. Dat wordt ook echt door de KNWU georganiseerd. Het is echt wel echt een klasse hoog. En dat zijn eigenlijk de hoogste wedstrijden die je in Nederland kan rijden als amateur. Zelf rijd ik er een paar per jaar als ze in de buurt zijn. En voor dit jaar hoop ik bijvoorbeeld aan de start te staan van Montfort, de Nacht van Woerden. En in ieder geval in de veldrit van de Berenveldrit van Benschop zal ik proberen om te staan. En het punt van deze hele competitie of deze nationale kalender is dat als je, ik geloof, bij de eerste 15 eindigt, weet ik eigenlijk niet zeker, maar volgens mij is bij de eerste 15, dan krijg je punten. En op het einde bepalen zeg maar die punten, die betalen ook, de punten die je scoort gedurende het seizoen, die bepalen je startvolgorde. Dus als jij heel veel punten hebt, dan mag je vooraan starten in de volgende nationale wedstrijden. Als jij weinig punten hebt of helemaal nog geen punten hebt, dan word je elke keer als laatste opgeroepen. Ja, en je kan je voorstellen dat de startplek bij een veldrit is vrij essentieel. Dus als je vooraan kunt starten, heeft dat wel een heel groot voordeel op eventueel mogelijke uitslag. Dus daar wordt echt voor gereden voor die punten. En bovendien, waar het allemaal naartoe werkt, dat hele seizoen werkt uiteindelijk toe naar het Nederlands kampioenschap veldrijden. Want ook voor mijn categorie, voor sportklassen en voor amateurs, daar wordt ook een Nederlands kampioenschap voor georganiseerd. En op basis van de punten die je hebt verzameld gedurende het hele seizoen van die nationale wedstrijden, daar wordt de startvolgorde bepaald voor het Nederlands kampioenschap. En ook daarvoor geldt, hoe beter je startpositie daar is, hoe groter de kans is dat je op het podium kan raken. Nou, voor mezelf heb ik daar geen illusies, want ik kan geen potten breken in die categorie. Ik vind die parcoursen fantastisch leuk om te rijden. En dat er wordt echt wat professioneel gereden. Ook weer met chips, sowieso altijd met chips. Sowieso altijd met een licentie. Sowieso altijd met goede inschrijfkosten die je in ieder geval eventjes van tevoren moet betalen. Maar ja, je zit dan ook wel echt in de hoogste categorie van het veldrijden waar je als amateur aan mee kan doen. En dat is wel, af en toe vind ik dat heel erg gaaf. En wie weet sta ik ook dit jaar eens een keer aan de start van het Nederlands kampioenschap veldrijden. Wie weet. Ja jongens, ik hoop jullie op deze manier even wat meer verteld te hebben over waar kun je nou dingen vinden. Hoe kun je nou, als jij nou denkt van ik wil gaan veldrijden, maar ik weet niet waar ik dat moet doen. Ik hoop dat ik je een beetje heb geholpen. Mocht het voor jou nog steeds niet helemaal duidelijk zijn, stel gewoon een vraag in de comments en laat het me weten. Ik zoek het voor je uit of ik weet het al. Ik ga erachteraan. Ik vind het heel erg leuk om mensen te inspireren om ook te gaan beginnen met veldrijden. Dus laten we alsjeblieft elkaar helpen. Ook als je vragen ziet in de comments en ik weet het antwoord niet. Reageer er gewoon op. En wie weet kunnen we elkaar allemaal helpen. En wat mij betreft, hoe meer mensen die veldrijden, hoe beter. Want ik vind het, wat mij betreft, is het echt de mooiste sport die je kan doen in Nederland en België. Jongens, ik wil jullie echt super bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat ik jullie wat meer heb kunnen uitleggen. Mocht dat zo zijn, duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want er komen nog heel veel hele vette veldritvideo's aan dit seizoen. En ik zie jullie de volgende keer. Ciao!